De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, is in Suriname voor een werkbezoek. Het doel is onder andere de relatie tussen Suriname en China verder te verstevigen. Presidentieel paleis ging Wang Yi tijdens een briefing van het ministerie van Buitenlandse Zaken in op zijn bezoek. Onder andere zullen de economische, culturele en diplomatieke banden verder worden verstevigd. Minister Polak Beekli van Buitenlandse Zaken onderstreepte zijn woorden. Binnen de 3 jaar. We have reaffirmed that we will continue to support each other on issues that involve respective core interests. We, China, highly appreciates Suriname's commitment to the One China policy. And China, for its part, will continue to play its dual role in upholding the sovereignty and national dignity of Suriname at both regional and global fora. We both believe that our cooperation under President Xi Jinping's proposal of Belt and Road Initiative will open up new prospects for our cooperation of mutual benefit and lend new impetus to our exchanges. The Republic of Suriname will continue to support initiatives aimed at the strengthening of multilateralism in achieving the principles and purposes of the United Nations. To this extent, the People's Republic of China can count on the continued support of Suriname. President Desi Bouterse, die ook aanwezig was bij de briefing, stond daarna de media te woord. We hebben vandaag de minister van Buitenlandse Zaken van China. China hoort tot of de nummer 1 of de nummer 2 van de wereld. En wederom, wanneer een minister van Buitenlandse Zaken van China met een bevolkingsaantal van ruim 1,4 miljard naar ons land komt, dan heeft dat zeker niet alleen maar economische, maar ook politieke effecten. In de vorige periode is het mij gelukt om de minister van de president van China een keer te ontmoeten. Helaas heb ik mijn reis naar Servië moeten intrekken. Ik heb lag in de bedoeling om op weg naar Servië, na Servië, zeker Turkije aan te doen en ook Rusland. De zaken zijn weer natuurlijk in de planning en we hopen dat ze in de eerste kwartaal van 2019 ook even kunnen gaan. Afhankelijk van hoe natuurlijk het geheel zich combineert aan de andere kant. President Desi Bouterse zei gisteren tijdens een persbriefing van het ministerie van Buitenlandse Zaken op het presidentieel paleis over het werkbezoek van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, aan Suriname.